Ontwaakt verworpen onder aarde, ontwaakt verdoemd in hongersfeer. Ja, ja. Zeilzaten. Sinds jaar en dag zijn de socialisten hier aan de macht. En nergens anders in Vlaanderen staat de extreem linkse PvdA zo sterk als hier. Als het al bestaat, dan moet het hier wel zijn. Het paradijs van de werkmens. Ik zoek de parkeermeter. Hier zijn geen parkeermeters. Gratis parkeren? Gratis parkeren. Ik hou van zeilzaten. Ja. Ah, geneeskunde voor het volk. Dat is een gratis dokter, hè? Ja, ja, zeker, meneer. Ja. Dat is ook een rode dokter, hè? Ja, van de Partij van de Arbeid. Ja, ja, ja. Is het een goede dokter? Een hele goede. Kan er in zeilzaten nog iets roder worden? Misschien minder belastingen en de rijken doen betalen. Vroeger waren de socialisten goed voor de werkmensen, maar nu is dat heel veranderd. Zijn er veel arme mensen in zeilzaten? Ja, 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 ja. Meer dan we misschien weten. Ja. Bert Kruismans, u mag naar de dokter gaan. Dank u wel. Stel dat de PvdA nu in het gemeentebestuur zou komen, wat zou er veranderen? Hier vlakbij is een sociale woonwijk, Klein-Rusland. En daar staan 50 huizen leeg. We zouden die direct renoveren, zodanig dat de zeer veel wachtenden terug op een sociale woning beroep kunnen doen. Ik heb horen zeggen dat hier heel veel leegstand is, klopt dat? Ja, ja, enorm veel, enorm veel. Kunnen we dat niet laten zien als geweld? Ja, 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 ik ben wel benieuwd. Moeten we niet bellen? Nee. Nee, 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 dat zal niet, dat zijn hier. Ja. Kijk, zoals je ziet. Hier zijn er ongeveer 6 maanden terug nog mensen in gewoond. Nu, krakers. De mensen die hier gewoond hebben, zijn hier gewoon hiernaast komen wonen. Dus gewoon verplaatst omdat daar een garage bij was en al. En dat huis stond iets beter op dat hier. En die zijn gewoon daar gewoond. Dus. En af en toe wonen er dan krakers? En af en toe wonen er die krakers. Dus. Hebben ze toch weer nieuwe buren? Ja, inderdaad. Goedemiddag allemaal. Dag mevrouw. Je hebt een mooie tuin, hè? Je handdoeken worden nat, maar het is een mooie tuin. Ze zijn niet allemaal zo, hè? Mensen huren hier, maar de muren inslaan, verbouwingen doen, garages plaatsen, dat doen de mensen volledig zelf. En als ze geen geld hebben? Als je niet zelf verbouwd hebt, dan hebben ze niets. Geen badkamer of niets. Dus... Geen badkamer? Nee, nee, geen badkamer. De meeste van die huizen staan geen badkamer. Maar werkmensen zonder badkamer, dat is ook niet echt rood, nee, hè? Nee, nee, niet zeker, niet, zeker niet. Die meneer had gezegd dat hij al heel zijn leven woont. Wel, die mens is nu 83 jaar, heeft geen badkamer. Nog geen douche, geen badkamer. Die heeft dat nu aangevraagd, met de verkiezingen, nog een keer geprobeerd. Dus hopelijk krijgt hij nu een badkamer.